Winkeliers en omwonenden van het S-Rijn in Hengelo zijn tegen de komst van een grootschalig winkelcentrum in hun buurt. Zij vrezen dat het de doodsteek is voor de kleinere winkels aan de Industriestraat en de Boekelozeweg. De ondernemers willen liever een kleiner winkelcentrum aan de Boekelozeweg, waar nu al de C1000 en de Albert Heijn gevestigd zijn. Het winkelcentrum komt in de MGA-hal van het voormalige Dikkerscomplex op de hoek van de Laan Hart van Zuid en het S-Rijn. Men vindt dat de economische crisis en de daarbij gepaardgaande winkelleegstand aantoont dat herijking van de plannen uit 2009 noodzakelijk is. Met extra geld van de gemeente en de provincie willen de ondernemers een pilotproject in gang zetten, waarbij genomen besluiten teruggedraaid en schadeclaims van investeerders afgekocht worden. Om hun ideeën kracht bij te zetten, werd er een toertocht met paard en wagen georganiseerd naar Hengelo's oudste winkelcentrum. Bestuursleden uit de gemeente, provincie en Tweede Kamer reden mee in de optocht die eindigde bij de boortoren op de Boekelozeweg. VVD-fractievoorzitter Stan Horsthuis uit Hengelo hield een warm pleidooi voor het pilotproject. En ik hoop inderdaad dat een pilotsituatie opgestart gaat worden om te beoordelen wat hier in Hengelo gebeurt, of dat wel de juiste zaak is. Ik denk dat het feitelijk beoordeeld moet gaan worden is dat of de oorspronkelijke plannen 3 jaar verder zijn en gezien is politieke, of de economische situatie, of dat nog steeds haalbaar is. Kijk naar het welzijn inderdaad van de ondernemer daarbij. In het verlengde daarvan moet gekeken worden wat de schade is. Want ik begrijp de politiek in Hengelo best wel als ze zeggen van oké, er zijn commitments geweest aan partijen. En met angst en beven, afwachten wat het is, vasthouden en star zijn met betrekking tot oude plannen. Dus ik begrijp het best. Maar heb het lef inderdaad om te kijken naar wat er ontwikkelingen zouden kunnen zijn voor Hengelo. En ik denk dat die sessie van vanmorgen, de bijeenkomst die we vanmorgen hebben gehad en door de stad heen rijden, dat het een uitstekende zaak is geweest. VVD Tweede Kamerlid Erik Ziens gaf aan dat de kwestie in Hengelo allereerst een zaak is van de gemeente en de provincie en niet van de landelijke overheid. Toch betekent het niet dat men helemaal niet met het probleem in Den Haag terecht kan. Maar wat ik wel kan doen, ook richting mijn fractie, ook richting de woordvoerders op de verschillende deelgebieden, denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, maar denk ook binnen mijn eigen portefeuille, dat we het signaal in ieder geval ook richting de bestuurders en de lagere overheden doorgeven dat dit probleem niet alleen in Hengelo plaatsvindt. Erik ter Braak, voorzitter van ondernemersvereniging het S-Rijn, zegt er dit over. Mogen blij zijn met 100 woningen. En dan ga je dus bouwen, faciliteren voor woningen die er niet zijn. En die er voorlopig ook niet komen. En daarom zijn natuurlijk valikanteren. En het is onbegrijpelijk dat de politiek niet durft in te grijpen. Om te zeggen van, hier jongens, we moeten niet verder uit gaan breiden voor leegstand. Want wat je nu bouwt, bouw je voor leegstand. Mocht er nou doorgaan, gaat er dan mee met uw winkel? Nou, ik heb in eerste instantie gedacht van ja, dat ga ik zeker doen. Maar ik heb hier wel mijn twijfels. Kijk, het winkelcentrum komt straks in de gebieden staan zonder woningen. En ik heb grote twijfels erbij.